Peter, een terechte nederlaag? Ja, vandaag absoluut. Ja. Wat was het verschil met de wedstrijd afgelopen woensdag? Het verschil was dat vandaag Groningen de grip op de wedstrijd had die wij woensdag volledig hadden. En ik vond dat wij overal een stap te laat kwamen. De druk die we op Groningen hadden woensdag, waardoor zij steeds heel snel de bal bij ons inleverden, die druk was er vandaag niet. En ook in balbezit vond ik het onrustig, veel slordig balverlies. Dus nee, dit was geen goede wedstrijd van onze kant. We hadden ons anders voorgesteld. Zeker naar het eerste seizoenstart. En het tweede seizoen zelfs eigenlijk een beetje teleurstellend. Ja, dan zie je dat vanavond eigenlijk ga je volle moed beginnen. Een paar kansen en dan de scoren uit een goal die er eigenlijk nooit in mag. En dan wordt het gewoon heel erg moeilijk. Probeer je nog wat met 3 mensen achterin, alleen we scoren nog 3 keer. Dus, dat is afgelopen. Wij zaten eigenlijk vanaf het begin niet echt goed in de wedstrijd. Hoewel we wel tot aan die goal was er eigenlijk nog niks aan de hand. Maar zo'n afstandsschot, ja, dat verandert eigenlijk opeens alles. Een bal die erin gaat en dan zie je toch die kopjes hangen. Je weet dat je 3 keer moet scoren. Ja, dat deed mentaal wel even wat. Ja, en toch, en dan wordt het 1-1. En dan zag je toch ook weer op de tribunes wat hoop in de ogen. En ook bij de spelers misschien. Dacht je toen ook van, het kan gewoon nog. Nou, wat we in de rust gedaan hebben is een verdediger eraf gehaald en zijn we met 3 man achterop gaan spelen. En dat houdt natuurlijk risico's in tegen die snelle spitsen van Groningen. Maar dat doe je omdat 2-0 verliezen maakt ook niet uit. En na een kwartiertje scoorden we. En dan weet je van wat gaat het met Groningen doen? Maar een minuut later lag hij al andere kant er al weer in. Op een gegeven moment ging je warm lopen. Ja, het publiek gaat jouw naam scanderen. Hoe was dat? Nou, trainer vroeg hem of ik... Of althans, hij zei tegen mij een kwartier van tijd van, wil je er nog in? Ik zei, ja, tuurlijk. En toen liep hij terug. Toen zei hij van, ga maar warm lopen. Maar toen zei hij van, nou, je kan er ook meteen in. Ik zei, ja, dan laat maar meteen erin. Nou ja, dat is mooi. En dat is mooi mee te maken, zoiets. Ja, nou ja, goed. Op dat moment stonden we dan al 2-1 achter. En Frank verdient, vind ik, zo'n afscheid. En ik vond het geweldig hoe de mensen op hem reageerden. En dat heeft Frank verdiend. Ja, je wist natuurlijk al dat je goed bij de supporters lag. Maar ja, ik vond het was misschien wel kippenvel. Ja, zeker. Ik had ook wel even moeite mee, dus zeker aan het einde. Maar het is dubbel. Je wil graag winnen. Ik baal er gewoon erg van dat het zo een einde is. En het is eigenlijk dubbel gevoel, ik al zeg. Je stopt hier en je verliest dan wedstrijd. Dat is gewoon kloten. Ja, realiseer je het al dat je laatste wedstrijd is in het geel-zwart van Vitesse? Nee, eigenlijk niet. Het zal nog wel komen, maar... het is nu helemaal zo. Ik zit nu ook nog meer met die wedstrijd in mijn hoofd eigenlijk. Dus dat is gewoon heel erg balen. Meer heb ik eigenlijk niet zo te zeggen.